Laat je handen zien. Handen laten zien, die doos laat je vallen, nu! Handen. Oh, dat ga ik niet doen, dat is dood hier. Handen! Even een moment, Jok, leg deze doos even op de grond. Yes, man, super tof dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En ja, in deze video heb ik weer leuke scenario's. Ik heb allereerst een achtervolging die ja, eigenlijk iets te hard gaat. Snelheid is heel erg hoog. Uiteindelijk eindigt die heel apart, maar wel heel leuk. Dus check het zeker te weten even. Het is echt een achtervolging om u tegen te zeggen. Daarna gaan we door naar een winkeloverval met Jan Klomp en allemaal andere mensen. Eén grote chaos. En allemaal paniek, wapens worden getrokken en mensen vluchten. En voor de rest ga ik niet heel veel meer vrijgeven. Check daarom lekker de video. Vergeet zeker even niet te abonneren hier beneden. Doe ook zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier met de video. Ja, 02 agent. Ik schrijf momenteel weer op Blokkenpark. Zijn er enige die kunnen koppelen, vraagt ik. Waar gaat het precies over? Over? Die, wederom die excess geeft voorbij Blokkenpark. Ja, is gehoord. 050 je koppelt over. Momenteel weer even uitzicht. Moment. Ja, gespot Blokkenpark garage. Jorren, nee, ga je nou weg? Ja, en wederom, ja, heeft hem zicht. En wel echt weer even frequentie 2 pakken. Nou, weer. Ja, is het weer fel, heeft mij dan ook opgebeld. Ik hoor wel wanneer jij wil weten waar hij is, dan kan ik mijn focus op draaien over. Ik zit achter je. Ik kan nog even kijken of een extra eenheid beschikbaar is. Ja, schort over. Ik ga even een rekening houden, achter ons gaat ook een Luma mee. Ja, schort over. We rijden inmiddels op de A7 over. Gaan we even terug op uw kant op over. Gezien. Passeer maar. Ja, Luma draait ook mee om. Rijdt het de hoogte van de AMB op dit moment over? Ja, wacht, ik zie weer blep op een map. Zijn rijden liggen hoog rond de 230 km per uur over. Goed, ik tik de 180 met moeite aan. Ja, het lepje is van de map verdwenen, dus graag locaties blijven doorgeven. A9 ter hoogte, hemelsbreed van de veiligheidsregio over. Ja. Als je gewoon meldt wanneer je de afslag neemt, dan vind ik het goed. Ja, is goed. We rijden nu A9 onder de tunnel over. Ja, goed. Ik rij momenteel nu bij de veiligheidsregio. We rijden nu op de A2 over. Ja, wacht. We zijn nu net voor bij de route 68 over. Wacht, ik ga uit de hoogte van de bank.
Zijn we nu bij de tunnel bij de legerbasis over? Ja, wacht. Twee nadert kruising 68. Nou, ik moet mijn eigen focus op het rijden, is erg druk op de weg over. Ja, positief. Zolang je rechtdoor gaat, kunt u de locaties laten vallen. Als die ergens afsluit, ga ik het gaan melden. Ja, schort over. Voertuig Max, zware crash op het Aqua Delta op de A2 over. Ja, hoor, ik ga momenteel bij de motorclub, ik kom nu in een gevaarlijke bocht om. Mogelijk bewuste crash over. Ja, hoor, toch even met een BTGV benaderen, eigen veiligheid. Ja, ter plaatse. Wil je nader of niet? Hij klapt eigenlijk met een kilometertje of 200 vol de zijkant in, bewust. Wil jij misschien, ik zal op jou. Wat zei je? Wacht. Een raalbericht? Nee, klaar om te naderen. Ja, positief over. Ja, we beginnen wel langzaam naar voren te wandelen. Politie, maak zelf herkenbaar, zijn vuurwapens op je gericht. Eén persoon in het voertuig, zover ik nu zie over. Hou jij even vuurlijn, ik ga kijken of ik iets kan vinden. Ja. Nou, persoonlijk best bewusteloos. Ik ga een wegopzetting verzorgen. Ja, zoals jullie zagen, crasht het voertuig. Na een beter geveer hebben wij vastgesteld dat de persoon buiten bewustzijn was. Helaas is later gebleken dat de persoon is overleden door onderzoek van het ambulancepersoneel. Dus hij heeft niet overleefd helaas. Vandaar het abrupte einde, maar dat is natuurlijk een beetje saai. We moesten heel lang al wachten op de ambulance en daarna gebeurde er eigenlijk niet zo heel veel. Dus dat stukje heb ik jullie wederom weer bespaard. Dan gaan we nu door met het incident van de winkeloverval en Jan Klomp. Veel kijkplezier. 2 uur nog 4 te plaatsen. Je mag ook even. Ja, je zou niet de eerste zijn die overvalt plicht voor zijn eigen. Hé, staan blijven! Kom aan, hup! Dit is al 5 jaar geweest. Omdraaien, meneer. Dat wil ik allemaal niet. 051 is ook te plaatsen. Kom uit de winkel! Ja, kom uit die winkel! Ik denk dat dat leuk is. Hey, oh, Jean Klomp! Uit die winkel komen! Dat is Jean Klomp! What the fuck? Ja, meneer met veiligheidsvest, u lest jij wel? Ik ga even tegen de muur staan met je handen. Ik heb niks bij, alleen ik moest ja, hier. Ja, kan best zijn, maar we gaan dit toch even proberen. Nou, ik ga even bij de winkel. Ik ga even veren, ja, geen probleem. Ik weet niet wat hij zei. Ik heb helemaal niks bij, meneer. Ga nou uit die winkel. Een vers. Ik moet even op naar bed met handen lukken. Moet je kijken hoe groot die appels zijn. Ga nou maar uit die winkel. Dixon, kijk hoe groot die appels zijn. Neem die krat appels mee, betalen voor de tomaten. Laat, lopen nu naar buiten. Het is vrij makkelijk, anders ga ik aan je mooie jasje naar buiten trekken. Lopen met je kadaver. Hallo. Ik mag je doorgaan. Eén appel. Zet het geld neer. Begeleiden. Pinnen graag. Oh, wacht trouwens even. Hoe pin je voor een euro? Zien. Je appel maximaal een euro waard. We gaan even hier buiten staan. Die is al voor, ja. Juist. Je gaat niet terug naar binnen. Ja, okay. Terug! Echt zin in een Donald Duckje, wacht wel even. Neem alsjeblieft mee. Ik heb een grap. Maat, ik geef je 3 tellen, of ik trek een jas naar buiten. Donald Duck, hashtag 56 van dit jaar. Van alle eenheden gekoppeld winkeloverval. Ik krijg net te horen dat Jan Klom mogelijk een vuurwapen bij zich heeft ook. Ja, is hij dat te plaats gevraagd, hè? Hij is te plaats hoor. Is ontvangen. Let op uw veiligheid. Hey, maat! Achtervolging! Jan, staan blijven! Volg ik de voet van Jan Klomp. Achter de winkel Jan, langs. Ga naar het dak op, ga naar het dak op. De berg veiligheid. Staan blijven. Godver. Meerdere getuigen hebben kutkrat hier. Die kutkrat. Jan, staan blijven. Jan, handen. Jan, handen. Let dan altijd op uw eigen veiligheid. Jan, handen omhoog. En van achter de muur vandaan. Mike is ook weggerend. Handen omhoog. Mike is net zo goed weggerend. Handen. Handen laten zien. Terugkomen. Hey. Hey.
Godverdomme. Oh nee. Stop. Dat is heel hoog, daar ga ik niet afspringen. Godverdomme. Persoon is terug de winkel in gerend. Oh, let nou op, collega. Oh! Je gaat mijn dikke hoofd, hè, Maarten. Zo ga je niet van de ladder valt, hè, mijn dikke poten. Zo, ik weet niet waar. Jan Klomp is terug de winkel in gerend. Nou, we gaan het even anders aanpakken. We gaan, ja. Goeie. Gewoon een beter geweer erop, zeker. Duidelijk, collega. Dankjewel. Beter geweer hem gewoon die winkel uit. Beter geweer. Ja, denk jij dat tegen luister? Ik denk het niet, hè. Ik beter geweer, hij beter geweet, wij beter geweer. Let op, Mike Charles is tot binnen. Mike naar buiten, hop, weg. Jan Klomp, kom met je handen omhoog naar buiten. Je bent omsingeld, je hebt geen enkele kans. Liga, pak Mike maar even vast. Nee, jij blijft buiten. Nee, je blijft buiten. Wat verdikke me. Waarom luistert niemand hier? Hallo. Dan gaat hij ook gewoon mee, hoor. Ja, tuurlijk. Ik heb hem geroepen. Als je naar binnen gaat, krijg je geen kogel. Blijf staan nu. Oké, we gaan met 4 man naar binnen. Maarten, ik sta achter je. Pas op. Wie staat... Ja, ik zie niks. Wacht even. Iemand pak even Mike Charles. Ja, als de motorcollega bij mij gaat... Iemand maakt en dan Bjorn en Dex aan de andere kant pakken. Godverdikke Mike, naar buiten. Staan blijven nu, handen laten zien. Als je nog een keer naar binnen gaat. Handen lukt hem Jan Klomp, naar buiten. Jan Klomp. Oh, wacht, let op. Loop niet door de vuurlijn, gast. Jan, naar buiten. Hij hoort ons niet. Laat je klauwen zien. Oké, dus Dexter en Bjorn aan de andere kant van de deur open en ik ga aan deze kant van de deur. Goed. Dan gaan we gewoon kleuren. Jan Klomp, blijf staan. Dex, hij staat hier links. Ik geef de deur een tikje op. Jan, hij staat binnen. Kom naar buiten met je handen omhoog. Je hebt geen enkele kans. Oh, hij zit nu achter in de winkel. Oké, we gaan naar binnen, ja? Jullie gaan eerst. Ga maar. 2, 1. Ga maar door. Jan, door. Jan, laat je handen zien. Laat je handen zien. Handen laten zien, die doos laat je vallen, nu! Handen. Oh, dat ga ik niet doen, dat is hier. Handen! Even, één moment, Jan, leg deze doos even op de grond. Handen. Kom op, handen. Ja, Timo, kruid. Tegen de muur. Hey, staan blijven, omdraaien! Gezicht richting de muur. Ja, collega bij het ministerschap, boeien. Kom je boeien, zijn nog steeds. Ik heb vuurlijn langs links. Waarom word ik er al zo gehamerd? Mike staat ook nog buiten. Andere hand bij. Mike is ook aangehouden. Okay. Top. Hoe ben ik aangehouden? We hebben letterlijk niks nou, gedaan. Nou, je bent dit met boeien aangehouden, heel simpel. Hey, in ieder geval, heb je voorwerpen waar je die niet bij mag hebben? Nee! Oké. Gaan we even kijken. Nou, controleer hem maar even op mogelijk vuurwapen. Ja. Waarom regent dat ping zo uit? Hij heeft niet heel veel bijzonders bij zich voor nu. We gaan even de winkel doorzoeken, denk ik. Ja, dat lijkt me ook een strak plan. Ik hou hem wel even, nog even vast. Ik zet hem even in de auto. Ik hoop dat hij de vuurwapen... Dit is bullshit. Je hoeft mij niet in de auto te zetten, want ik ben niet aangehouden. Voor nu ben je aangehouden. Waarom ben ik aangehouden? Er is letterlijk niks aan de hand. Waarom is Mike vrij? Hé, je rent er voor ons vandoor. Dat is zo simpel is het, toch? Of niet? Wat? Voor jullie vandoor? Ja. Hey, ik ga je in het voertuig plaatsen. Pas op voor je hoofd. Hé, godfout. Ik ben letterlijk niet weggerend. Pas op voor je hoofd. Laat hem maar even zitten. Of de auto klopt. Ja. Hij had niks bij zich, maar hij heeft hem waarschijnlijk ergens hier gedropt natuurlijk, omdat hij er lucht van kreeg. Ja, maar helpt Mike niet bij Sky. Hallo. Waar is Mike nu? Sky. Ja, ze hebben sowieso dat vuurwapen doorgegeven. Ja, ze hebben dat. Ja, was eigenlijk als iemand anders door mee gaan rennen. Maar Sky stond hier net nog binnen. Ja, Sky is boven. Mike heeft Mike het niet toen hij hem ging roepen zelf van ongepast. Nog even naar een naam. Check ook even de kofferbakken van de voertuigen die hier staan, voor zekerheid. Had Mike iets bij zich? Negatief, net ook wat zeker verteld, hij had niks bij. Wat staan jullie net terug? Niet nodig, maar allemaal. Ja, volgende keer niet zomaar terug een dak opremmen. Wat ga je dan doen? Ja, hier even kijken of hij niet iets heeft gedropt. Dat ze dat niet hebben gezien ofzo. Maar de kans lijkt me vrij klein. Het is wel goede content weer. Klomp ligt een oef van. Ah, ja. Jongen, ik ging hier op mijn mel bij al die krat en die dozen. Ja, ik ook. Godverdorie. Ik geloof het wel. Volgens mij heeft hij hem gewoon legit niet bij zich.
Nee. Ligt die Nick? Nope. Nee. Nou, ook niet in die container of zo. Oh. Dat is erop, man. De... 42-20 staat als 5 hoger. Ik denk dat we Jan ook weer moeten laten gaan. Ja, dat is denk ik weer als... Robben. Als je wel luistert, van, je maakt het alleen maar erger. Voor ons en voor jezelf. Hey maat, waarom rij je van me weg? Hey broer. Lisbjorn. Laten we Jan ook gaan, zeker? Dat Jan niet erbij? Nee. Ja, precies. En de waarschuwing. Ja, ja, ja. Yep. Waar is mijn motor? Die lag net hier op de grond, maar... Nee, dat is leuk. Nou, oké, dat heb ik nog niet. Of is dat toch weer erop? Nou, moet je mijn telefoon even hebben om te bellen? Nee. Nee? Oké, okay, ja, dan ga je toch echt zelf de weg moeten zoeken. Veilig hè? Yep. Oké. Hey, Mike. Hallo Jan. Ja, dat had ik klachten moeten doen. Voor de... Helemaal goed, prima. Als jij daar blij van wordt, moet je het zeker doen. Hey, in ieder geval, ik ga je boeien losmaken. Je bent bij deze vrijgelaten. Je krijgt wel een waarschuwing voor het feit dat je ons vorderingen negeert. Ja, dus let daarvoor dan even op, oké? Als iedereen klaar is, stap te zien. Ook krijg ik nog een waarschuwing. Ja, nou, dat werkt alleen maar in principe al door, dat is hier. Ja, nou waar nu ik heb. Ik wens je fijn dag verder. Ja, 10 jaar mag ook wel gaan. 2 richting gaat de status 5 naar het bureau dat je hebt te doen.